deze video gaan we een kijkje binnen nemen met Tim's speelgoedboerderij. Loop maar met me mee. Zoals de naam al zegt, Tim's speelgoedboerderij. Wij hebben hier alles op het gebied van speelgoed. We lopen samen dus even bij langs. Vooraan te beginnen, hier het paardenspeelgoed. Mooi tussen stelbalen opgesteld natuurlijk. Zie je dat we een ruim assortiment hebben van allerlei paarden, springattributen, stallen erbij, vervoersmiddelen, hier een Mercedes Sprinter, paardenaanhanger, noem alles maar op. Hier dus een compleet hoek ingericht, dat jij zelf aan de slag kunt met je paardenspeelgoed. Dat is één. Sinds kort zijn we begonnen, dat zien we hier aan de hoek, met leuke kraamcadeaus. Deze of in een faux-dijon mee te nemen, of zelfs een complete kraammand met diverse prijskategorieën. Dat je op hand zelf je eigen kraammand kunt uitzoeken die bij jou past, of je zich voor jou kunt hem zelf samenstellen, kan dat ook. We hebben gewoon een aantal losse producten. Kijken we door natuurlijk de voertuigen, nou die kennen we allemaal wel. Hier een heel divers assortiment voertuigen die je onderweg kunt tegenkomen. Heerlijk om mee te spelen. Oh ja, dat is ook wel even leuk om te vertellen. Wil je weten hoe wij ervoor zorgen dat de spulletjes goed bij jou komen? Loop maar even met hem mee. Dat hoort er natuurlijk even bij. Even de lamp aan. Gelijk naast de winkel hebben we een eigen inpakruimte. Hier in deze ruimte hebben we een hele stelling met allerlei artikelen op voorraad. Diverse dozen klaarstaan om te kunnen inpakken. En op zo'n manier samen met een werkbank kunnen we ervoor zorgen dat de producten goed en veilig bij jou thuis aankomen. Leuk om even te zien. Loop maar mee. Kijken we hier verder. Stelling opgebouwd van echte grote tractorvoertuigen met wat houten speelgoed. Wil je dus lekker buitenwegen traptractor aan de slag, hebben we daar ook een aantal mogelijkheden. Komen we hier langs, ja, het echte mooie fijne houten speelgoed. Ik zie hier wat producten voor staan. Andere kant een heel aantal houten voertuigen voor de jongere kinderen. En wat je dus ziet, is dat het echt een heel divers assortiment is. Iets wat jij zegt van joh, ik zoek eens een keer wat anders, wat nog ja, weinig te vinden is. Kom ik er langs, kun je dat hier zien. Kijken we verder. Oh ja, dat is ook wel leuk. Daar zijn we recentelijk mee begonnen. Houten knikkerbanen. Knikkers erbij, de welbekende bouwblokjes van Kappel of B-Blocks. En kinderen kunnen hier zelf aan de slag om helemaal een baan op te zetten. Als je een keer wilt proberen, kom ik er langs. We hebben het hier voor kinderen ingericht om er zelf mee echt aan de slag te gaan, te kunnen leren ontdekken als het ware. Nou, hier een hele hoek ingericht natuurlijk, zoals de naam al zegt, Tim's speelgoedboerderij, oftewel boerderij speelgoed. Allerlei modellen. Hier zie je de schaal 1 op 16, wat grotere van Brude, die kennen we misschien wel. Lopen we hier door naar de CQ-lijn. Hier zien we een aantal remote control CQ-voertuigen staan, met afstandsbediening dus. 51 lijn, ook allerlei modellen. Wat ik persoonlijk als erg leuk vind hier is de melkauto. Heb je boerderij staan, wil je boerderij, hoort er natuurlijk een melkauto bij. Allerlei attributen die erbij horen, baaltjes, koetjes, roodbond, zwartbond, hooibalen, wat ik al zei. Allerlei soorten mogelijkheden zijn er wat dat betreft. Nou, wat past erbij? Uiteindelijk komen we dan hier in deze hoek uit. Hier hebben we helemaal een boerderij opgesteld. Dat je op een gegeven moment zelf aan de slag kunt met je eigen artikelen, aanhangers, tractoren, voertuigen, koetjes, lichtboxenstal. Dat je helemaal je eigen fantasiewereld mee aan de slag kunt gaan naspelen. Dan heb je urenlang speelplezier. Wil je het zelf eens een keer komen beleven, zelf ervaren? Kom langs en zie of dit voor jou een leuke speelgoed is.